Hallo allemaal, in deze video wil ik het met jullie hebben over thuiswerken. Iets wat voor velen van ons na de coronapandemie niet meer weg te denken is uit ons werkende leven. 48% van alle werkende Nederlanders heeft eind 2020 thuisgewerkt. Dit is natuurlijk een gigantisch aandeel van onze bevolking. Een kwart heeft aangegeven dat zometeen na de coronapandemie zij voor een groot deel thuis willen blijven werken. Dit heeft niet alleen impact op de manier waarop we ons werk doen, maar natuurlijk ook voor werkgevers en de manier waarop werkgevers hun zaken moeten regelen voor hun medewerkers. We hebben veel klanten gesproken en we horen dat heel veel organisaties besloten hebben om drastische maatregelen te nemen in het terugschalen van het aantal werkplekken. Voorbeelden waarvan 60% van de werkplekken op kantoor verdwijnen zijn niet schaars. Je kunt je voorstellen dat wanneer er nog maar 40% capaciteit op kantoor uh, beschikbaar is ten opzichte van wat het eerst was, dat dit infrastructuurtechnisch best wel wat uitdagingen met zich mee kan brengen. Wat we ook niet moeten vergeten zijn de regelingen rondom de reiskosten en de thuiswerkvergoedingen. De Belastingdienst is zich hier nog over aan het buigen, maar wat wel vrij duidelijk is, is dat we niet meer teruggaan naar hoe het eerst was. En dat men nu moet gaan aangeven op welke dagen er reiskosten gemaakt zijn of op welke dagen men thuis heeft gewerkt ter behoeve van de thuiswerkvergoedingen. We hebben een mooi stuk functionaliteit toegevoegd waarmee de medewerker in Insight of in Avond's Pocket heel gemakkelijk zijn of haar thuiswerkdagen kan vastleggen. Dit stukje informatie gebruiken we vervolgens om andere functionaliteiten te verrijken. Neem bijvoorbeeld het bezettingsoverzicht. Leidinggevende en medewerkers zelf kunnen zometeen in het bezettingsoverzicht zien wanneer hun collega's thuiswerken. Hier kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen thuiswerkdagen op afstemmen of kunnen ze deze informatie gebruiken om een afspraak in te plannen op kantoor. We zoeken de integratie op naar payroll. We weten zometeen: een medewerker heeft bijvoorbeeld twee dagen thuis gewerkt. Dat betekent dat er voor drie dagen reiskosten zijn gemaakt en dat we voor twee dagen thuiswerkvergoeding uit mogen betalen. Deze integratie gaat er natuurlijk voor zorgen dat medewerkers straks niet van dag tot dag een declaratie in moet gaan dienen. Wat natuurlijk een administratieve rompslomp is waar we niet op zitten te wachten. Tot slot hebben we het dashboard aanwezigheid uitgebreid. Met deze informatie over thuiswerken heb je straks een helikopterview op je organisatie en kan je makkelijk van dag tot dag zien hoeveel procent van je medewerkers er op kantoor willen werken en hoeveel procent er thuis werken. Dit is natuurlijk cruciale informatie voor organisaties waarbij er gewoon veel minder werkplekken aanwezig zijn. Laten we gaan kijken hoe deze functionaliteit eruit zien. Voor mijn demo zitten we in Insight, waar we een mooi thuiswerkportaal hebben gebouwd. Ik klik op de knop Thuiswerkportaal en ik kom op een portalpagina binnen waar ik alle informatie rond het thuiswerken binnen mijn organisatie op één plek samenbreng. Dit thuiswerkportaal gaan we ook in onze standaard meeleveren. Uiteraard kun je hier je eigen sausje overheen doen en kun je zelf bepalen welke stukken informatie jij wel of niet gaat tonen. Ik heb ervoor gekozen om een klein inleidend tekstje te doen en vervolgens vier acties die de medewerker kan uitvoeren. We hebben de thuiswerkdagen die gewijzigd kunnen worden. We hebben het rooster wat gewijzigd kan worden. Wat natuurlijk ook impact kan hebben op je thuiswerkdagen. Het personeelshandboek waar we de afspraken over thuiswerkdagen op een duidelijke manier neer hebben gezet. En het dashboard aanwezigheid. Waarmee ik die helikopterview kan krijgen op wanneer mensen wel of niet aan thuiswerken zijn. Onder in mijn scherm zie je een weergave waarin mijn huidige thuiswerkdagen zichtbaar zijn. Ik ben nu ingelogd als Kees Sandbergen. En je ziet dat Kees op de dinsdag thuiswerkt. Scroll ik nog wat verder naar beneden, dan hebben we hier het bezettingsoverzicht. Kees Sambergen is hier manager van personeelszaken en je ziet dat Kees hier op een hele snelle manier inzicht heeft in de bezetting van zijn team. We hebben het bezettingsoverzicht hebben we uitgebreid met een huisje achter de dag waarop de medewerker thuis werkt. Dit bezettingsoverzicht kun je overigens ook in Avos Pocket raadplegen. Scrollen we nog wat verder dan heb ik de pagina nog wat aangekleed met wat tips om efficiënt thuis te werken en de dingen waar iemand op moet letten voor een goede zithouding als ze de hele dag aan het werk zijn. Zelfs wanneer medewerkers thuiswerken, heb je als werkgever namelijk wel een verantwoordelijkheid voor deze mensen. Scrollen we nu naar boven, dan gaan we ervoor kiezen om thuiswerkdagen te gaan wijzigen. Op het moment dat ik op de knop druk, dan opent zich een nieuwe workflow. Ook deze wijziging is vast te leggen via Avos Pocket. Ik heb aan de rechterkant heb ik het bezettingsoverzicht getoond om wat meer context te kunnen geven, en aan de linkerkant kan ik kiezen vanaf welke datum mijn mutatie ingaat. Welke dagen ik zou willen thuiswerken? En we kiezen ervoor om de maandag en de donderdag te gaan thuiswerken en de dinsdag gaan we voort en op het kantoor zitten. Je ziet hier vervolgens dat mijn gemiddelde thuiswerkdagen twee dagen per week is. Dit hangt af van het rooster dat ik heb. Dus wanneer ik een rooster zou hebben met wisselende weken, waar ik bijvoorbeeld de ene week wel en de andere week niet op donderdag thuiswerk, dan zal mijn gemiddelde aantal thuiswerkdagen 1,5 zijn. Dit is een belangrijk getal, want dit is ook hetgene wat we naar payroll integreren om te bepalen hoeveel reiskosten en hoeveel thuiswerkvergoeding iemand krijgt. Achter dit veld hebben we een uitgebreide tooltip staan waar je meer informatie kan vinden over wat dit precies doet. Wanneer ik tevreden ben over mijn vastlegging, druk ik op aanmaken en daarmee stuur ik de workflow in. De workflow met daarin het verzoek voor mijn nieuwe thuiswerkdagen komt bij mijn leidinggevende terecht en die kan in één oogopslag zien wat ik graag zou willen doen qua thuiswerken en wat mijn vorige situatie was. Deze workflow kan, wanneer dat jou, bij jouw organisatie relevant is, ook heel goed gebruikt worden om een thuiswerkovereenkomst vast te leggen. Je kan simpelweg een document koppelen aan deze workflow en deze eventueel door de leidinggevende en de medewerker laten goedkeuren en digitaal kan laten ondertekenen. We kiezen nu voor goedkeuren en de thuiswerkdagen voor Kees Sambergen zijn in dit geval vastgelegd. Zoals je hier ook ziet in de weergave, de maandag en de donderdag. Ik heb nu op een hele eenvoudige manier deze thuiswerkdagen vastgelegd. Maar we zijn nog een stapje verder gegaan. We hebben het namelijk mogelijk gemaakt om vanuit een roosterwijziging of vanuit een functiewijziging ook direct je thuiswerkdagen te muteren. Om jullie dat te laten zien ga ik naar mijn rooster en kies ik voor het profiel uren per dag. Je ziet dat ik vanaf deze plek direct mijn rooster kan gaan muteren. Dat laten we nu even voor wat het is. En als ik iets verder naar beneden scroll, dan zie je de thuiswerkdagen die ik momenteel werk en de mogelijkheid om hierop te gaan afwijken. Stel, ik zou hier nog een dag bij doen. En ik zou ook gelijk willen weten wat dit voor mijn salaris betekent, hebben we hier ook de proefberekening. De proefberekening gaat nu aan de hand van de informatie die ik heb opgegeven uitrekenen hoeveel reiskosten ik krijg en hoeveel thuiswerkvergoedingen ik krijg. Open ik hier de details. Dan zie ik inderdaad met deze drie thuiswerkdagen dat ik 15,90 euro aan reiskosten krijg en mijn vaste thuiswerkvergoeding op 30 euro per maand. Aan de hand van de drie dagen dat ik thuis haal ik nou de woensdag er weer af en draai ik de proefberekening opnieuw. Dan kan ik gemakkelijk zien wat het verschil is. En in dit geval ja, dan gaat de reiskosten wat omhoog en met thuiswerkvergoeding logischerwijs wat naar beneden. Dus een makkelijke manier voor medewerkers om en hun thuiswerkdagen vast te leggen en om gelijk te zien wat dit voor impact heeft op hun salaris. We gaan nog even terug naar ons thuiswerkportaal, want er is nog één ding wat ik jullie graag zou willen tonen. En dat is het dashboard. We kiezen voor de vierde button en ik open het dashboard aanwezigheid. We landen hier op het eerste werkblad, waarin ik een grafiek zie met verschillende kleurtjes erin. Het paarse lijntje toont aan hoeveel procent van de medewerkers op dat moment thuis werkt. Het groene lijntje toont aan hoeveel procent van de medewerkers op dat moment op kantoor werkt. Daarnaast hebben we in deze grafiek de feestdagen, verlof en verzuim ook geplaatst, omdat dit natuurlijk ook relevant kan zijn voor de bezetting van je pand. Je ziet dat dit reden klopt. Aangezien we nu nog in de coronapandemie zitten, is het aantal mensen wat nu thuis werkt erg hoog. Wij verwachten. Hopen dat in juni-juli er een omkeerpunt zal komen en dat steeds meer mensen naar kantoor zullen komen, waardoor deze groene lijn dus zal gaan stijgen. Wanneer jij zo meteen in jouw pand nog 75% van de bezetting, dus voor 75% van je medewerkers een werkplek hebt staan, dan wil je deze grafiek natuurlijk goed in de gaten houden om te voorkomen dat je straks mensen naar huis moet gaan sturen. Vanuit dit dashboard kunnen we ook hier kiezen voor percentage thuiswerken. En wat deze grafiek ons toont, is hoeveel procent van jouw medewerkers ook daadwerkelijk thuiswerken. He, dus, hoeveel procent van de medewerkers heeft één of meerdere thuiswerkdagen geregistreerd in Profit of in Insight? Switchen we naar het volgende werkblad, dan kan ik hier snel inzicht krijgen per afdeling hoeveel procent van die mensen thuiswerken. He, dus het is sowieso logisch dat sommige afdelingen veel thuiswerken en andere afdelingen misschien wat minder. Maar ik kan hier van maand tot maand zien wat de bezetting is per afdeling. Ook kunnen we kijken wat populaire dagen van de week zijn. Als we hiervoor even de maand juli bijvoorbeeld pakken. Heb ik snel een overzicht per afdeling welke van de vijf dagen van de week een populaire thuiswerkdag is? Een paar handige tools waarmee je dus heel makkelijk een helikopterview krijgt van de bezetting van je pand. Nederland gaat over hopelijk niet al te lange tijd weer van slot af. Zorg dat je hier goed op voorbereid bent. Richt een mooi thuiswerkportaal in en zorg dat je medewerkers kunnen genieten van deze mooie nieuwe functionaliteit. Bedankt voor het kijken.